Goedenavond, dit is het Heuveland nieuws van zondag 7 januari. Er zijn vandaag opnieuw twee helikopters van Defensie stenen aan het droppen bij de gebroken dam in Maastricht. Vliegveld Maastricht-Aken Airport is opnieuw in gebruik genomen als tijdelijke basis voor de Chinooks. Gisteren is er ruim 250.000 kilo steen gedropt boven de gebroken dam. Op die manier willen ze het gat in de dam dichten. Een stuk stroomopwaarts wordt er ook gewerkt aan een nooddam. Daarmee is het idee dat het waterpeil onder controle blijft. De Bundense carnavalsvereniging De Havermannekes mag ook dit jaar nog even gebruik maken van de Oude Kerk. Dat zegt het Meersens College van Burgemeester en Wethouders in antwoorden op vragen van de fractie Lokaal DNA. De Oude Kerk is verkocht aan een projectontwikkelaar en zou eigenlijk dichtgaan. De vereniging zou dan uitwijken naar de Sint-Achterskerk, die wordt omgebouwd tot multifunctioneel centrum. Maar doordat de verbouwing nog even op zich laat wachten, heeft de vereniging geen onderdak. Daarom zijn er afspraken gemaakt met de eigenaar van de Oude Kerk om de locatie tijdens het carnavalseizoen toch nog open te houden. De Oude Kerk wordt verbouwd tot een appartementencomplex. Wanneer de verbouwing gaat starten is nog niet bekend. Aan de Nieuwe Weg in Valkenburg komt een extra parkeerplaats. Tijdens de evenementen in de Gulstad is het zo druk dat er vaak tekorten aan parkeerplekken zijn. Daarom wil de gemeente een extra locatie die open kan gaan als er grote drukte in Valkenburg is. Bijvoorbeeld tijdens de kerstmaand. Tijdens drukke dagen zou er ook een shuttlebus moeten rijden om de bezoekers naar het centrum te brengen. De aanleg van de nieuwe parkeerplaats gaat ongeveer 95.000 euro kosten. Er moet plek komen voor 300 auto's. De gemeenteraad moet nog een besluit gaan nemen over de aanleg. En dan nog het weer. Maandag is het droog en zin de periode met zon. Het is koud bij een maximum temperatuur die net onder het vriespunt blijft. In de nacht vriest het met min 7 graden matig. Er staat een matige wind uit het noordwesten die het voor het gevoel extra koud maakt. Dinsdag is het zonnig. Het blijft ook droog bij temperaturen die overdag rond het vriespunt liggen en in de nacht dalen tot min 7 graden. Tot zover het Heuveland nieuws van zondag 7 januari. Meer nieuws via onze app en website heuvelandvandaag.nl. En morgenavond zijn we er weer vanaf 7 uur. Nog een fijne avond.